Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag zien we dat er tamelijk veel bewolking over Nederland ligt, maar af en toe breekt het wolkendek wel even open en dan kan de zon schijnen. Ondanks de wolken is het nog wel behoorlijk zacht. De temperatuur ligt zo tussen de 14 en 16 graden. En op de warmste plekken in het land, daar wordt de bewolking langzaam dik genoeg dat er een paar buien kunnen gaan ontstaan. De eerste buien zien we inmiddels al in het zuidoosten van het land. Dit is het radenbeeld van 10 over 2. Boven Frankrijk zien we ook wat opbollende stapelwolken. En vanuit het zuiden zullen in de loop van de middag en ook vanavond wat meer buien over het land gaan trekken. Dat kunnen een aantal stevige buien zijn. Er kan onweer bij voorkomen, hagel en ook windstoten. Maar er zijn ook genoeg plaatsen waar het gewoon droog blijft. Dus als je een beetje geluk hebt, heb je de paraplu niet nodig. Halverwege de avond is de temperatuur zo tot een graad of 11 gezakt. Er waait dan een meest matige wind uit zuidelijke richtingen. Over de nacht draait de wind verder naar een zuidwestelijke richting en die gaat dan geleidelijk aan weer toenemen. Die wordt boven land matig of vrij krachtig en aan de kust krachtig of hard, windkracht 4 tot 7. De buien trekken aan het einde van de avond al weg, dan is het even droog. Maar in de loop van de nacht komt er vanuit het westen dan weer een nieuw gebied met wat buien over het land zetten. Voor de overheerst over het algemeen de bewolking, maar soms klaart het even op. Dan morgenochtend ook nog veel bewolking. De buige regen trekt dan geleidelijk naar het oosten toe weg. En dan blijft het eigenlijk de rest van de dag grotendeels droog. En vanuit het westen gaat dan geleidelijk ook de zon goed doorbreken. De middag verloopt dus tamelijk zonnig. Daarbij de wind die draait geleidelijk van het zuidwesten naar het noordwesten. En in eerste instantie waait hij nog stevig door. Aan de kust dus krachtig of misschien zelfs nog hard. Maar in de loop van de dag gaat de wind wel verder afnemen. Hij komt uit een noordwestelijke richting en daarmee wordt wel koudere lucht aangevoerd. Het wordt hoogheid 8 of 9 graden en dat is toch echt wel een stapje terug in vergelijking met de afgelopen dagen. Dan het weer voor de komende dagen. In de nacht van vrijdag dan wordt het koud, dan is het helder en dan kan het uh, een graadje gaan vriezen in het binnenland... Daarna overdag wordt het zo'n 11 tot 15 graden bij een matige zuidoostenwind. En behoorlijk wat zonneschijn drijft hoge bewolking over, maar de zon kan daar wel heel aardig doorheen schijnen. De allermooiste dag, dat wordt de zaterdag, dan wordt het 17 tot lokaal 20 graden en dat zou wel eens de eerste warme dag van het jaar kunnen worden. Ook dan geregeld zonneschijn en een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanaf zondag is de weersverwachting een beetje onzeker. Waarschijnlijk wordt het wat wisselvalliger, maar er zijn ook nog wel wat zonnige momenten. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug, maar ligt over het algemeen nog wel zo rond de graad of 15 tot 16. Dan gaan we dan nog even naar de 15-daagse verwachting kijken. Dan zien we dus die onzekerheid vanaf de zondag terug. Maar over het algemeen temperaturen die zo rond de 15 graden overdag schommelen en in de nachten is het zo'n tussen de 5 en 10 graden. Echt de hele koude nachten ziet er voorlopig niet aan te komen. En wat de neerslagkansen betreft, ja vrijdag en zaterdag is het dus overwegend droog, maar daarna zien we toch dat het weer een beetje wisselvallig wordt. Echt verregende dagen zitten er waarschijnlijk niet bij. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.